you put tent, you sleep. Ja, nee, liever dan. And the shower. De Chinese delegatie kreeg een uitgebreide rondleiding op de camping in Bergijk. Deze Chinese mensen hebben zelf een camping in Peking. En wilden graag komen kijken wat de verblijfsrecreatie in Nederland, hoe die het doen en hoe het bij ons allemaal in elkaar steekt. De Chinezen wilden van alles weten, maar vooral ook uitproberen. Ook bij de vuurobjecten bij onze paalkazas zijn ze helemaal ondersteboven van wat we bieden, inderdaad. In China, I think this year 80 camping park. So that's a lot? Yes. Coming more, ja. Yeah? Every year coming more. Mm. De ondernemers bleken goede studenten. Toilettasje. Tasje. So, dog cover. Ja, yeah, very good. Ja. Yeah? It's for the water. Water. En electricity. Je kunt er niets van voort vertellen, dus, maar ik denk wel dat ze toch wel dingen meenemen. Ze maken constant foto's. This is also a tent. And then, dit is, hier hebben we ook nog een privé sanitair. In China, just the beginning camping, just the beginning building. So not this beautiful camping site. Ook in China worden campings dus steeds populairder. En toch zeker na vandaag. Ze verwachten dat er in mei een hele buslading Chinezen deze kant op komt. Dus misschien krijgen we nog meer bezoeken. Ja. Hoppa, Gangnam Style.